Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik een kerstlook voor jullie maken. Het is alweer een tijdje geleden, volgens mij 2 jaar geleden of zo. En ik dacht, nou, misschien is het wel een keer leuk om weer een keer een kerstmake-up look te maken. Misschien om wat inspiratie voor jullie op te doen. Hoe je het eventueel zou kunnen doen. Of nou, misschien gewoon leuk om te kijken hoe iemand anders dat doet. Ik heb het in ieder geval, ik vind het in ieder geval heel erg leuk om dit te gaan laten zien aan jullie. Dus ben je benieuwd hoe ik deze kerstlook heb gemaakt? Zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga deze primer gebruiken. Dit is de Prime Plus Studio. Dit is een Matte Fink Pore Minimizing Primer. Deze heeft zwarte klei. Ik vind het gewoon een hele fijne primer. Dus die ga ik gebruiken. Goed, ik ga even een haarband in doen. Dat is wel zo prettig. Zodat ik geen last heb van mijn haar. Ik heb ook even een klein spiegeltje. Zodat ik ook een beetje kan zien wat ik doe. En dan ga ik de primer aanbrengen. En ik doe dat altijd op een kwast. Want ik vind dat wat prettiger. Dus ik spray gewoon een klein beetje op de kwast. En nou zie je ook heel goed op de kwast dat hij dus echt wel heel grijs is. Maar daar zie je zometeen dus niks meer van. Ik breng dat gewoon een beetje aan over mijn gezicht. Beetje op de belangrijkste delen. En hij lijkt dus op je gezicht eerst heel grijs. Maar als je hem eenmaal hebt aangebracht dan, en je blendt hem goed uit, zie je daar niks meer van. En ook zo meteen met de foundation ga je er niks meer van zien. Dus we blenden het gewoon goed uit. Deze primer voelt gewoon heel erg lekker zacht aan op mijn huid. En ja, zorgt er gewoon voor dat mijn make-up de hele dag mooi blijft zitten. Zo. Het hoeft niet heel bijzonder. Ik ga de Stay All Day 16 Hour Long Lasting make-up gebruiken van Essence. Ik heb deze in de kleur 10 Soft Beige. Dan ga ik foundation aanbrengen. En dat doe ik ook altijd even op een plat kwastje. Meestal is 1 of 2 pompjes wel voldoende. Deze foundation is wel, ondanks dat het een lichte kleur is, wat donkerder. Dus je moet hier wel van houden. Maar ik verdeel hem gewoon wat over mijn gezicht. En dan, ja, ga ik hem nog meteen mooi uitblenden. Doe ik altijd een beetje in mijn nek. En ook altijd een beetje op mijn oogleden. En dan zie ik er heel vlekkerig uit. Maar dat gaan we natuurlijk inblenden. En daar gebruik ik altijd gewoon een andere kwast voor. Ja, hij blijft wel altijd iets vlekkerig hoor, deze. Maar als je hem heel goed inblendt, en je zou het natuurlijk ook nog met een nat sponsje kunnen doen. Alleen ik werk zelf bijna eigenlijk nooit met sponsjes. Maar hij gaat nu wel wat makkelijker over mijn gezicht heen, omdat hij dus die primer eronder zit. Zo. En zo meteen met de poeder zie je er sowieso niet heel veel meer van. Zit onder mijn kin ook een beetje. Dan heb ik toch weer mijn haarband niet helemaal goed, want er zit er toch weer wat haar in de weg. Verschrikkelijk. Goed, dan ga ik. De concealer die ik gebruik is de Stay All Day 16 Hour Long Lasting Concealer. Waterproof. In de kleur 10 Natural Beige. Ga ik de concealer aanbrengen. En die breng ik ook altijd wat ruimer aan. Ik heb altijd bepaalde plekken waar ik hem echt op doe. Dat is onder mijn oogleden. En daar breng ik altijd een flinke laag. Helemaal omdat ik nu met dit weer wat last heb van een wat drogere huid. Ik heb altijd een rood streepje op mijn neus. Vraag me niet hoe ik eraan kom. Maar het is gewoon super vervelend. En ook even op wat oneffenheden. Dan valt het vandaag mee, maar wel even ook over die rode plekjes waar ik dus wat droogte heb. Die blend ik dan eerst een beetje uit met mijn concealerbrush.
En daarna ga ik hem nog wat meer inblenden met mijn kwast waar ik net ook mijn foundation mee heb ingeblend. Nu is het grootste gedeelte wel ingeblend, maar om hem net even die extra volle inblend laag te geven, ga ik nog even met die concealer brush overheen. En dan zit de basis er eigenlijk ook al wel weer op. Ik ga de Brighten Up Banana Powder gebruiken van Essence om mijn gezicht af te poederen. Dan poeder ik hem af en daarvan gebruik ik altijd een grote poederkwast. Dat is deze. Ik vind het zelf altijd heel erg prettig en daar ga ik ook altijd ruim mee in mijn poeder zo. Zodat ik hem goed kan afpoederen. Ook weer even onder mijn kin. Zo, dan zit de poeder ook wel weer mooi op. Het hoeft nooit... Ja, het is gewoon goed als je hem afpoedert, maar je hoeft niet een hele dikke laag. Althans, ik vind dat zelf niet nodig. Ik ga het Oh My Contour contouring palet gebruiken. Hier zit ook een highlighter in, maar deze ga ik combineren met een andere highlighter. Dan ga ik de contour aanbrengen. Ik gebruik dit keer de tweede kleur uit dit paletje. Dus die ga ik aanbrengen. Het is een wat donkere kleurtje, maar ik hou ervan als je een contour goed ziet. Ik doe dat gewoon altijd een beetje op mijn wangen. Ik doe het altijd een beetje op gevoel. Je kunt natuurlijk een beetje je gezicht zo trekken dat je echt een lijn krijgt. Maar hij is best wel heftig namelijk. Maar dat gaan we zo nog blenden. Altijd een beetje langs mijn voorhoofd zo. En als laatste doe ik het op mijn onderkant. Mijn kin, zeg maar. En die ga ik dan even blenden met een wat platter kwastje. Deze ga ik even iets meer uitvegen. Ik weet ook dat heel veel mensen ervoor kiezen om eerst de ogen te gaan doen. En achteraf pas de... poeder en zo, maar dit is gewoon echt mijn routine hoe ik hem altijd doe, dus dat blijf ik ook volgen. Je hoeft echt niet heel erg hard te vegen hoor, het is gewoon meer dat hij wat meer egaler wordt. Dat je dus niet meer zo'n hele streep ziet. Zo, dan is die ook uitgeblend. De blush die ik ga gebruiken is de Blush Powder in Satin van Max & More. Dit is de kleur 110 Pink Sand. Dan ga ik blush aanbrengen. Dat doe ik ook altijd met mijn blushkwast. Dit is een wat vrij grotere blush, dus je kan er ook goed in dippen. En ik breng dit heel licht aan hoor. Je mag best wel wat zien, maar... Zo, gewoon een beetje boven de bronzer. Ik ga dus deze highlighter gebruiken, gecombineerd met de highlighter uit het palet wat ik net liet zien. En dit is de Catrice Caviar Couch Limited Editie highlighter in de kleur C01 Claire de Lune. Nou, ik ga dus de highlighter, die ga ik een beetje mengen, want ik ga dit kleurtje gebruiken. Deze uit datzelfde palet waar ik net de contourspullen heb gedaan. En dan ga ik
deze daarmee combineren, omdat deze wat meer glans heeft. Ik pak hiervoor weer mijn kwastje. Ik ga eerst even de wat deze highlighter aanbrengen. En ik doe het niet heel zwaar, omdat deze vrij, ja, niet echt een hele mooie glans bevat. Vandaar dat ik hem zo meteen even nog ga mengen met die andere. Het puntje op mijn neus doe ik ook altijd een beetje. En het cupidoboogje vind ik zelf heel belangrijk. Het ziet er heel gek uit natuurlijk. En dan ga ik dus nu eventjes in deze. Omdat deze wat meer glans heeft, ga ik deze even, ja, een beetje meer glans aanbrengen op mijn gezicht. Zo. En het hoeft niet heel overdreven, gewoon een licht klein beetje en dan is het vaak al goed. En dan zit de basis er eigenlijk altijd al wel weer op. Mijn wenkbrauwen die poeder ik af met dit wenkbrauwkitje die ik eigenlijk dagelijks gebruik. Dit is een dark brown wenkbrauwpoeder die het eigenlijk nog steeds heel goed doet. Jullie even wat ingezoomd voor de ogen, dat lijkt me even wat handiger. Ik ga allereerst eventjes mijn wenkbrauwen doen. Ik doe dit altijd met een plat concealer kwastje. Plat eyeliner kwastje moet ik zeggen. En ik wil heel graag zelf nog het kitje van Real Techniques voor de wenkbrauwen. Maar die was een beetje moeilijk verkrijgbaar. Die ga ik gewoon aanzetten. Meestal dip ik maar twee keer in mijn wenkbrauw kleurtje, zodat ik de staart wat kan aanzetten en het begin. Ik noem het altijd een staart, de wenkbrauwstaart. Zo. En dan zit dat er eigenlijk op en dan ik ga mijn wenkbrauwen zetten met de Brow Perfect Eyebrow Gel van Shein. Van de Lidl in de kleur 20 Deep Brown. Ga ik hem dus nu even zetten met de wenkbrauwmascara. En dat hoeft niet heel zwaar, want ik ga hem daarna toch uitkammen. Het is gewoon meer dat het nu gewoon allemaal netjes op zijn plek blijft zitten. En ik denk dat je dat met kerst toch ook heel graag wil als je toch een, ja, soort van wat langere dag je make-up wil dragen. En dan ga ik hem even doorkammen met een spoelie. Eigenlijk heel lichtjes, maar zodat hij wel mooi zit. En dan zijn je wenkbrauwen ook al klaar. De oogschaduwbasis die ik gebruik is deze Prime & Fine Brightening Eyeshadow Base van Catrice. Dan ga ik even een oogschaduwbasis aanbrengen. Ik doe dat altijd op een hele aparte manier, want ik breng hem dus aan. En dit is een beste laag. Maar die ga ik dus even uitblenden. En nee, ik doe dit dus niet met mijn vingers, zoals heel veel mensen dit doen. Ik pak hier een concealer kwastje voor. Omdat ik er eigenlijk een hekel aan heb om dit met mijn vingers te doen. Zo. En dan heb je in ieder geval dat je make-up wat langer gaat blijven zitten, je oogmake-up. Dan ga ik hem eerst even afpoederen, mijn ogen, voordat de make-up er zelf op komt. Ik heb hier een wat witter kleurtje in zitten die ik ga gebruiken. Dus ik pak gewoon even een kwastje en daar ga ik gewoon even mee indippen. En dan poeder ik hem gewoon eigenlijk even helemaal af. Zo. Oh. Het hoeft ook wederom niet heel erg zwaar. Dan is dat ook klaar.
Helaas zit in dit palet wat ik ga gebruiken dus voor de ooglook geen highlighter. Dus ik ga eventjes een gewone oogschaduw highlighter gebruiken om even onder mijn wenkbrauwbod wat highlighter aan te brengen op mijn binnenste ooglook. Ik ga een highlighting eyeshadow gebruiken voor mijn wenkbrauwbod en mijn binnenste ooghoek. Deze is van Catrice en deze is in de kleur 030-1001 Golden Nights. Ik gebruik hier eigenlijk altijd gewoon één kwastje voor die ik er eigenlijk altijd voor gebruik. Dat is gewoon een kwastje van Essence. Het is al een oudje, maar hij doet zijn werk nog prima. En die ga ik dus even hier zo doen. Hier mag je best wel een wat laagje van pakken als je wilt dat het een beetje glimt. Ik vind dat zelf toevallig heel erg mooi, maar ja, je moet ervan houden. Binnenste ooghoek. Ook deze stap zou je als laatste kunnen doen natuurlijk, maar ik doe dat nooit. Zo, dan zit dat er ook al weer op. En dan gaan we dus door naar de ooglook zelf. Ik gebruik het From Santa With Love oogschaduwpaletten. Deze komt uit een trendeditie van Essence. Ligt momenteel in de winkel. Dit is de 01 Express Delivery van de North Pole. En het leuke is dat deze dus een soort envelopje is. Met deze kleuren erin. Ik ga beginnen in de buiten of in de arcadeboog. En ik ga dit keer voor dit kleurtje, dit lichte kleurtje uit de palette. Dus die ga ik gewoon aanbrengen. En die mag best wel ruim. Als je wilt dat het goed zichtbaar is, mag die best wel ruim zijn. Je gaat hem zometeen toch uitblenden en dan wordt hij gelijk een stuk lichter. Want dit kan heel donker aanvoelen dat je denkt van wow, heftig. Ja, ik vind het zelf wel heel erg mooi, maar ja, dit is ook weer een beetje smaken verschillen gewoon. Nou, dan heb ik die kleur aangebracht. Zie je, die bemoeit zich er ook weer mee. Dan ga ik met een puntig kwastje, ga ik nog eventjes net dat randje, zeg maar, de overloop zetten van je bewegend ooglid naar die naar je arcadeboog. Ik ga dit doen met dit kleurtje. Die breng ik best wel royaal aan. En dan ga ik hem gewoon echt heel licht zo. Hij lijkt nu heel zwaar hoor, maar dat komt zometeen helemaal goed. Maar ja, goed, met andere woorden, met kerst mag je natuurlijk ook best wel een beetje uitpakken, denk ik. Andere kant. En nou lijkt hij dus heel erg roze. Maar we gaan hem dus even wat oplichten. En hiervoor gebruik ik een blending squashje. Dat kun je gewoon heel licht over je ooglid. Het hoeft echt niet heel erg zwaar te zijn. Gewoon even dat de overloop mooi is. Dat hij even iets minder intens wordt. Kijk, dan is hij gelijk al een stuk lichter. Maar het zit er nog steeds wel mooi op. Ik ga nu even met een wat platte kwastje aan de gang. Even kijken waar die staat. Ja, ik heb hem gevonden. Dan ga ik in de paarse kleur, in deze kleur. En deze ga ik op de ouder V gebruiken. Het kwastje heeft wel zo'n langste tijd gehad, want hij is niet meer helemaal top. En die breng ik dan hierin. Die kun je ook nog een beetje laten doorlopen naar boven. Hoeft niet, maar je zou het kunnen doen. Andere kant. Ik ben niet iemand die duizend lagen erop smeert, want
ja, weet je, je ziet, dit zijn toch wel best wel goed gepigmenteerde kleuren die je goed ziet. Nou is je natuurlijk wederom weer heel erg heftig. Dus zoals je verwacht, ook deze wordt geblend. Heel zachtjes. Of niet. Maar er zijn net even die harde lijnen, die zijn weg. Goed, dan is dat ook klaar. Dan ga ik even met een wat kleiner kwastje. Dat is een beetje een zoektocht. Ga ik in dit lichte kleurtje. Die ga ik gewoon aanbrengen. En dat is meer eigenlijk voor wat kleur. Want vandaag ga ik de glitter aanbrengen. Omdat er ook glitterkleuren in dit palet zitten. Die breng ik dus aan op mijn bewegend ooglid. En dan ben je gewoon wat meer roze. Hij heeft wel een kleine shimmer, maar ik vind het leuk om het net even wat glitteriger te maken. Ik ga daarvoor dit kleurtje gebruiken. Ik ga hem met mijn vinger aanbrengen. Dan zul je denken, goh, ja, je met je vingers aanbrengen. Ja, het is een wonder. Maar deze glitters die pakken gewoon niet met een kwastje. Dus ik ga gewoon heel zachtjes dippen. Zodat hij net even wat intenser wordt. Zodat je eigenlijk gewoon een mooi glitter ooglookje krijgt. En dan is de oogschaduwlook in ieder geval klaar. De eyeliner die ik ga gebruiken is de eyeliner pen van X-Star Long Lasting van Essence in de kleur Black. Nu ga ik eyeliner aanbrengen. Ik gebruik dus een eyeliner pen omdat ik momenteel hier beter mee overweg kan als met een vloeibare eyeliner. Ik ga hem gewoon heel zachtjes neerzetten. Gewoon, het hoeft niet een heel intens randje te zijn. Als hij maar mooi doorloopt. Dat vind ik heel belangrijk. En ik... Het oogpotloodje die ik gebruik is van Essence. Dit is een long-lasting oogpenseel in de kleur Black Fever. Ik gebruik zelf altijd dus oogpotlood. Volgens mij ben ik zo'n beetje de enige YouTuber die dat doet. Want ik kom het eigenlijk bij andere make-up looks nooit tegen. Maar ik vind het altijd heel erg mooi. Die zet ik dus op het waterlijntje. En ik trek hem dus iets naar beneden. Even kijken, want ik moet wel mijn spiegel even goed hebben. Daar heeft hij dus heel bij gezien. Ja, hebbes. Dit is een potloodje wat best wel snel kleur afgeeft. Dus hij heeft niet super veel nodig. Maar ik vind het zelf gewoon altijd heel erg mooi. Dan ga ik even mijn wimpers krullen. Ik hou meestal mijn wimpers zo'n 3 seconden vast. En dan... zit er een klein krulletje in. Ik ga de mascara van Catrice gebruiken. Dit is de Iconista Lash Millimizer Volume Mascara. Dan ga ik de mascara aanbrengen. Dit mag natuurlijk met kerst een flinke laag zijn. Laten we wel wezen. Dus... en ik doe hem zowel zo als zo. Meestal doe ik een laagje of 4. Met kerst mag het gewoon even iets meer zijn. Dan krul ik hem meer naar boven.
En dan heb je eigenlijk best wel een mooie look. Ik doe ook altijd mijn onderste wimperrand. Zo, andere kant. Zelfde manier. Wow. Probeer niet te knipperen, zoals ik nu deed. Dan ga je het raden. En dan zit de mascara er ook alweer op. En dat is wel prettig. Ik ga deze matte Velvet Smooth lipstick gebruiken van MUA. Deze heeft de naam Hotline gekregen. Dan ga ik nu lipstick aanbrengen. Normaal zou ik heel vaak rood kiezen, maar ik heb nu een wat zachter kleurtje gekozen. Maar mijn voorkeur gaat met kerst wel echt uit naar rood. Maar ik dacht, omdat ik nu al wat een heftigere ooglook heb, doe ik het gewoon zo. Deze is gewoon mat. Maar hij heeft wel een prachtige dekking, moet ik zeggen. Dan zit die er ook op. En de setting spray die ik gebruik is van Catrice. Dit is een Illuminating Prime and Fine Dewy Glow Fixing Spray. En de laatste stap is dan de fixing spray. Die schud ik altijd een beetje en die spuit ik gewoon een beetje zo op. Ik gebruik nooit hele lagen, maar gewoon een beetje zodat alles gezet is. Zodat het er in ieder geval mooi op blijft zitten. En het is altijd wel even een kwestie van goed laten drogen. Want ja, dat staat gewoon even iets mooier. Want anders kan het snel gaan uitlopen. En dan is dit de kerstmake-up look voor 2019. Die ik hoogstwaarschijnlijk ga maken. Vooral omdat het oogschaduwpalet ook wel echt bij de kerstcollectie zat. Ik vind hem zelf wel heel leuk. Zoals ik zei, ik zou misschien wel voor rode lipstick gaan. Maar ja, ik ben er eigenlijk wel tevreden over. Ik denk dat dit wel heel feestelijk overkomt. Je zou natuurlijk ook kunnen kiezen voor nepwimpers. Ik werk hier eigenlijk nooit mee, dus ik heb gewoon gekozen voor een goede mascara. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie ook wat meer uitpakken met kerst. Ga je wat meer make-up dragen of ben je daar totaal niet van? Of doe je gewoon lekker zoals je altijd doet? Laat het zeker weten in de comments. Mocht je nog vragen hebben over bepaalde producten, mag je die vragen natuurlijk ook achterlaten in de comments. Zal ik ze zo goed mogelijk beantwoorden voor jullie. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je eigenlijk bij een volgende video weer te zien. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. Als je nieuw bent op mijn kanaal kun je je abonneren. Dit kan er op het rondje met mijn gezicht in drukken. Maar ook op mijn kanaal zelf. En vergeet daar dan even niet om dat belletje aan te zetten. Want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Dan zou ik voor deze zeggen tot de volgende video. Doeg!